Wat we hadden afgesproken met het Nationaal Comité hier is dat we met minder mensen aanwezig konden zijn. Maar wat niemand zich gerealiseerd had, was dat dan het defilé niet door kon gaan eigenlijk. Nou, als je naar de toekomst kijkt, omdat Wageningen mensen nodig heeft die het ook regelen, zo'n defilé. Toen hebben we gezegd, oké, als dat het punt is, als het dan helemaal niet door kan gaan, als het dan maar één keer in de 5 jaar kan, laten we dan zorgen dat we een paar mensen regelen die dat kunnen. En dan lopen we met een kleiner detachement ieder jaar mee. Dat kan ook geregeld worden. En we zorgen voor de contacten met het Veteraneninstituut. En dan kan het defilé ook weer doorgaan. Niet in een hele grote vorm wat ons betreft, maar in kleinere vorm. En dat had het Nationaal Comité liever dan 1 keer in de 5 jaar groot. Het vraagt te veel van ons. En 1 keer in de zoveel tijd, dat vond ook het comité eigenlijk heel goed. Moet je gewoon eens even met elkaar kijken van hoe willen we naar de toekomst omgaan. En op deze nieuwe, wat kleinere manier gaat het wel. Dus volgens mij moet u gewoon blij zijn.